Xander, je staat hier breed glimlachend en ja, logisch, gepromoveerd, ongelooflijk. Ja, we hebben het ons wel een beetje moeilijk gemaakt vandaag. Je komt heel snel op 1-0 achterstand. En, maar ja, ik bedoel, zij moesten er minimaal 3 maken om het nog spannend te maken. En ja, dat hebben ze niet gedaan, maar het bleef nog wel even spannend. Maar we hebben gewoon heel goed verdedigd. Paar zelf een goede kansen, maar ja, helaas niet goed uitgepakt. Maar ja, dit kan helemaal niet meer stuk gaan. Maar als je over 6 wedstrijden kijkt, zijn die toch de verdiende ploeg die promoveert? Zeker. Ik bedoel, we hebben sinds we de play-offs hebben gehaald, hebben we maar 3 goals tegen gehad. Ja, 4 dan als je deze nog meerekent. Maar ik bedoel, we zijn gewoon zo constant bezig de laatste paar wedstrijden. En ja, ook gewoon terecht te winnen. Vertel eens, wat er is de laatste weken gebeurd met jullie? Dat jullie zo naar elkaar zijn toegegroeid, dat jullie boven jezelf zijn uitgestegen? Nou ja, je haalt de play-offs, dat was het doel. En ja, daarna was het gewoon zo ver mogelijk komen en we hebben gewoon alles gegeven met het team. Gewoon echt alles en ja, dat was denk ik gewoon de sleutel tot dit succes, denk ik. En ik bedoel, na VVV komt het helemaal niet meer stuk. Wat een ontlading, hè? 17 jaar eerste divisie, daar komt nu een einde aan dankzij jullie. Ja, nee, supermooi. Ik bedoel, dit is mijn 2 seizoen hier en als ik hoor dat de mensen al hier zo lang naar uitkijken, ja, dat is gewoon super om mee te maken. De dag kan helemaal niet meer stuk. Straks in het stadion en dan morgen nog die overging in het centrum. Maar het mooie kan eigenlijk niet. Waar kijk je nou het meest naar uit in de Eredivisie? Ja, waar naar uit? Ik bedoel, je krijgt de grote ploegen natuurlijk je eigen stadion. Ajax, Feyenoord, PSV. En zijn natuurlijk niet de minste ploegen. En ja, het is het hoogst haalbare in Nederland. Dus super trots op de jongens. Is het voor jou zelf ook fijn dat je nu weer op het hoogste niveau kan laten zien? Ja, zeker. Bij Heracles heb ik natuurlijk ook meegemaakt. Naar ja, eerst een paar wedstrijden alleen daar in de beloftes. Moet ik eerlijk zijn, heb ik wel aan mezelf. Sander, jullie zien hier komen! Ja, om verder te gaan. Ja, om terug te zijn op het hoge niveau is gewoon super. Nu kan je gewoon laten zien wat je echt in huis hebt. En, dankjewel, jongen. Je hebt een geweldig jaar achter de rug, dus ik ben benieuwd hoe je het nu in de Eredivisie laat zien. Ja, ik bedoel, als het team gewoon zo grotendeels intact blijft, dan ja, kunnen we nog een mooi jaartje maken. Maar ja, ik bedoel, we komen net kijken, dus ja, we zullen gewoon zien hoe ver het gaat komen. En, ja, we gaan er gewoon een mooi jaar van maken. Ja, vorig jaar is Willem II via de na-competitie gepromoveerd. Die zijn ja, vrij kansloos als 18e geëindigd. Kunnen jullie dat scenario voorkomen, denk je? Nou ja, ik bedoel, wij gaan gewoon uit van onze eigen kracht en dat is gewoon voetballen. En ja, dan zien we wel gewoon hoe hoog we eindigen aan het einde van het seizoen dan. Dus, ja. Hoe zou de Brinker morgenavond uitzien? Nou ja, dat weet je ook wel. Ik denk gewoon helemaal bomvol. Dus ja, ik ben echt benieuwd. Ik kijk er super erg naar. Ik denk de jongens ook. En we mogen echt super trots op onszelf zijn.